Waar zijn? De A. Nee, hé! Hallo, 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 hè? Theatermaker Martin Mens is begonnen met het maken van bijzonder theater. Afasietheater. Toneel waarbij weinig spraak voorkomt, maar juist veel miem en klanken. Hier! Nee, zo hè? Zo? Nee, zo? Martin Mens leidt een afasie. Nee, dom, kijk je zo. In Nederland zijn zo'n 30.000 mensen met afasie. De ziekte ontstaat meestal na een hersenbloeding. Mensen met de aandoening hebben vaak moeite met praten, maar ook met begrijpend lezen of horen. Woorden en letters worden omgedraaid. Martin wil met het theater aandacht vragen voor de problemen waar mensen met de ziekte tegenaan lopen. Voor Martin begon de ziekte een paar jaar geleden, uit het niets. In 2007 werd u wakker en kon niet meer praten. Ja, dat merkte ik eerst in een tijdje. Want ik ben naar bed gegaan en ik dacht mijn vrouw op mijn hand gelegen. Ik zei een beetje, wat is dat? Ben ik onder de douche gegaan. En daarna kwam mijn vrouw en wou ik iets zeggen. Er kwam niks meer uit. En toen, dat was een herseninfarct. Maar dat wist ik niet hoor. Ik moest erg lachen eigenlijk. Ja, als theatermaker lijkt me het vreselijk dat je niet meer kan communiceren. Het is voor iedereen afasie is dat zo. Maar ik kon geen mijn kunst doen. Ik kon heel makkelijk tekst uit mezelf en dat kan ik niet meer. Dus klein, klein kleutertje, dat liedje, daar kom ik zo ver en is het stop. Dat kan ik niet meer. En dat is jammer. Nou heb ik toevallig, en dat is iets raars... Ik heb de eerste 7 jaar op theater, op toneel, heb ik niet gesproken. Want dan was ik een memespeler. En daarna ben ik acteur geworden. Dus ik wist al hoe het was om zonder te praten. En dit is eigenlijk geen memespeel wat ik nu doe, maar het is meer klank. Martin Mens werkt samen met het afasiecentrum Flevopolder het Gooi in omstreken. Daar komt hij andere patiënten tegen. Naast veel kinderen komen er ook mensen met afasie genieten van het stuk. Wat vindt u van het theaterstuk? Oh, ik zie. Ja. Mooi. U ook? Ja. Ja. Het was denk ik wel bijzonder om iemand te zien met afasie die zoiets kan neerzetten. Omdat ik best wel een beetje jaloers ben, want je kan jezelf lekker helemaal afgeven? Hoe noem ik dat? Uitleven? Ja, ja. Hoe lang heeft u al afasie? 6 jaar. En u? Dit. Want u praat nog redelijk. Ja. En u praat nog wat slechter. Ja. Wat maakt het zo moeilijk voor u? Toch hoofdzakelijk wel het praten. Omdat ik praat wel, maar helemaal, sommige mensen pakken geen geduld voor je. En je hebt gewoon wat meer geduld nodig. Want je babbelt, ik babbel wel, maar ik babbel niet allemaal. Nee, en dat komt niet meer. Goedemiddag allemaal. We nemen een vrolijpendag. U heeft afasie, dan stel ik me voor dat je niks meer kan zeggen, maar u... spreekt eigenlijk best goed. Ja, sommige dingen kan ik aardig, maar soms ook weer niet. Afasie, dat heb je verschillende. Dat betekent aan twee kanten. Dus het woord kan je niet vinden, maar je hoort hem ook niet. Ik hoor geen cijfers. Dat is lastig als je naar een winkel gaat. En ik hoor geen het onderwerp zonder omgeving. Dan hoor ik het niet. Dus ook geen... jouw naam hoor ik ook niet. Wordt het echt onverstaanbaar? Ik hoor gewoon niks. Ik hoor blablabla hoor ik. Totdat je... Dus je zult in cijfers doe je dat hoor ik niet. En als je zegt 5,
dan hoor ik 5 ook. Heeft u vaak dat mensen niet tegen u praten, bijvoorbeeld, maar tegen de persoon die bij u is? Ja, klopt. Ja. Ja. Want dan denken ze van, ja, die is gek of... Ja, we lachen er wel om, maar het doet wel zeer. Ja. Ja, klopt. Hoe reageert de wereld op jou? Ik kan niet anders zeggen. Het is toch wel een koude wereld. Kijk, ik heb een paar keer het met de kassa gezegd en ik begrijp niet wat er gebeurt. En de mensen zijn kwaad omdat ik het niet snap. Nou, als je blind was, dan zegt niemand van, hey joh, blind, loop eens even door. Dat zeg je niet, maar met AVC wel. Maar denken ze dan dat je dom bent? Hard praten. Ze zijn doof, ze zeggen heel hard te praten. Of ze gaan het opruimen. Ik ben echt moe, ze kan... het beste is om te zeggen van, het komt niet bij, binnen. En dat betekent dat. Mensen denken van, wat bedoel je nou? Brasemi, brasemi, in het rond. Brasemi, brasemi. Ja, de grote mensen moeten ook mee, hoor. Ja, kom even mee. Ja. Hij staat niet. Ja, mevrouw. Hè, eindelijk. Ja, u ook, mevrouw. Oh, nee. Nou, nog één keer, hoor. Brasemi, brasemi. En met dat kont gluwen, hoor. Er zit heel veel klank in, maar ook nog wel tekst. Hoe onthoud je dat allemaal? Het zijn gewoon beelden. Dus ik weet van ik kom op en dan doe ik het andere jasje aan en dan doe ik dit en zo gaat het. Is dat dan niet eng om die stukken tekst te moeten gaan zeggen? En dat je misschien... Nou, in het begin, ik heb een jaar over gedaan, deze voorstelling. En in dat jaar ben ik een beetje vooruit gegaan. Dus dat ene liedje, dat van Brasemi, Brasemi. En dan twee zinnen, daar was een bestudeerde. Je weet niet hoeveel ik het had moeten doen om dat te kunnen. En dat is, maar gewoon echt praten, dat viel mee hoor. Het zijn woordjes. Dus het lijkt heel wat, maar ondertussen zeg je maar een paar woorden. Dat staat in een half A4'tje, staat het erbij. Je suis le douche. Oui? Je suis le douche. De douche, douche, douche. Ah, de douche. Ja, pardon. Even kijken. Oh, zo goed. Hoe is het om weer theater te maken? Ik vind het nog steeds heel leuk en vooral interessant om dat te doen. Ik bedoel, toneel is de kunst van communicatie. En daar heb ik veel aan. Ik was natuurlijk al acteur en ik wist al iets van communicatie. Maar nu is het wat dieper gegaan omdat je het zelf hebt. En soms werk ik met avazie mensen. En dan ben je een soort de koning half blind. Ik liever het graag als communicatietraining dan drama. Maar dat is eigenlijk, dat heeft er wel mee te maken.